De overheid zal de grenzen voorlopig niet helemaal afsluiten in de strijd tegen het COVID-19-virus. Hoewel sommige mensen dat graag willen, is het volgens kolonel Jerry Slijngaard van het managementteam onmogelijk dat te doen. In de afgelopen periode hebben meerdere groepen, onder wie gezagsdragers, hun bezorgdheid geuit over de illegale oversteken vanuit de buurlanden van Suriname. Ook infectioloog Stefan Vreden heeft gisteren gewezen op het belang van goed beschermde grenzen. Slijngaard zegt dat de controle op alle grensposten is opgevoerd. Naast politie en militairen zijn er ook medewerkers van de medische diensten opgebracht om een oogje in het zeil te houden. De kolonel benadrukt echter dat mensen altijd zullen proberen om het land op een illegale manier binnen te komen. Het is nou eenmaal zo dat waar mensen ergens willen boren, dat ze ergens zullen proberen om een gat te gaan vinden. Ja toch, in Suriname hebben we een heleboel zaken. Vaak genoeg hebben we, als het gaat om veiligheid, als je kijkt in je eigen omgeving, zie je dat we dieveneiser hebben. We plaatsen alarminstallaties, we plaatsen camera-installaties, we hebben honden, we hebben you name it, alle soort geweldigheden hebben we. En toch wordt er gestolen. Ja, toch gaat men in je huis. Dus wat wij wel proberen te doen is, we proberen om zoveel mogelijk, en dat is dus het idee dat ik wil dat overkomt, we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van alle mogelijke manieren om ervoor te zorgen dat als er grensoverschrijdingen plaatsvindt, het onder gecontroleerde omstandigheden, wij de mensen wel kunnen separeren. En natuurlijk hebben wij langs de grenzen militairen, we hebben politiemensen, we hebben immigratiediensten, we hebben uiteraard andere diensten die ook dienstverlening doen langs de grenzen. Slijngaard zegt dat het managementteam samen met andere partners bezig is met een concreet plan dat moet leiden tot een betere bescherming van de grenzen. Hij heeft echter niet alle strategieën openlijk besproken. U zult begrijpen dat wij niet u alles kunnen vertellen over hoe we die grenzen gaan bewaken. Ja toch? En ik denk zelf ook niet dat u dat wil weten. Je wil weten, hè? Dus ik denk dat het goed is om net zoveel te weten als op dit moment noodzakelijk is. En u kunt erop vertrouwen dat niet alleen wij, maar zeker ook zeker op advies van de medische mensen, gebruik maken van het traditioneel gezag. De directeur heeft al gezegd dat gisteren er een meeting was met de Gramans en alle edekaptings, et cetera. En het was een prachtige meeting, als je het mij vraagt, waarbij samen de mensen hebben aangegeven dat wij ervoor gaan en zij alle ondersteuning zullen verlenen aan ons. Dus we weten ons niet alleen een kwestie van het leger, maar we weten dat wij sowieso ook kunnen rekenen op de ondersteuning van het hele binnenlandgezag van Suriname. En daarom heb ik er alle reden aan om te geloven dat wij in staat zullen zijn om dus dit onder controle te houden. Tot zover kolonel Jerry Slijngaard van het COVID-managementteam gisteren op de persconferentie. Hij verzekert dat de overheid er alles aan doet om de grenzen zo goed mogelijk te beschermen tegen mensen die illegaal het land binnen proberen te komen.